Manon Sanchez heeft het ambt van hoogleraar aanvaard en is daarmee de vijfde vrouwelijke hoogleraar sinds de oprichting van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, ADECUS. Sanchez heeft gisteravond een oratie gehouden in de Centrumkerk met als titel De bescherming van het Surinaams kind vanuit psychologisch en orthopedagogisch perspectief bekeken. Na het aanvaarden van het professoraat is de leerstoel kinder- en jeugdpsychologie en orthopedagogie ingesteld. Sanchez geeft aan dat deze leerstoel continu zal bijdragen aan de ontwikkeling van de studierichting psychologie. De leerstoel zal bijdragen en mede vormgeven aan het onderzoek en onderzoeksbeleid op de faculteit en maatschappijwetenschappen, gezamenlijk met de wetenschappers van de faculteit. Dit geldt voor promotieonderzoek en ander postmasteronderzoek. De leerstoel zal bijdragen aan het initiëren van onderzoek en capaciteitsversterking, specifiek op het gebied van kinderen en jongeren in geweldsituaties en residentiële opvang. Uitvoering zal worden gegeven aan het onderzoek naar risico en protectieve factoren en gedrag op het gebied van gezondheid van jongeren. Advocacy. De leerkracht zal fungeren als belangenbehartigende instantie voor de kinderen en jongeren in Suriname. Sanchez geeft verder aan dat deze leerstoel ook gevraagd en ongevraagd advies zal geven aan de overheid en overige organisaties door zich op te stellen als gesprekpartner. Aan de hand van haar onderzoek stelt Sanchez dat er gewerkt moet worden aan de capaciteitsversterking voor kinderbescherming. Want werken met deze kinderen en jongeren eist het nodige van mensen. Men moet kunnen omgaan met agressie, diversiteit van problematiek kunnen begeleiden, processen van groepsdynamica kunnen herkennen en leiden. Essentieel is de begeleiding in de ontwikkeling van de eigen professionaliteit door instrumenten als werkbegeleiding, intervisie en supervisie. Een gecontroleerde ketenaanpak en aanbieden van de opleiding sociaal-pedagogische hulpverlening op diverse niveaus. Bronverbrennen noemt als belangrijke indicator van beschermende factoren voor kwetsbare kinderen en jongeren de mate waarin het kinderbeschermingssysteem op verschillende manieren functioneert. Als we deze onderzoeksresultaten in acht nemen, blijkt dat er nog heel veel gedaan moet worden om deze kwetsbare kinderen en jongeren daadwerkelijk de bescherming te bieden die nodig is. Sanchez is behalve wetenschapper ook de richtingcoördinator van de studierichting Psychologie, die deel uitmaakt van de faculteit der maatschappijwetenschappen van ADECUS. Zij is de vierde hoogleraar die een leerstoel geplaatst bij deze faculteit bekleedt. Daarnaast is zij de 45ste hoogleraar in de geschiedenis van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.